Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Het was een behoorlijk koude nacht met zelfs op een aantal plaatsen op de Veluwe lichte vorst. Inmiddels is de temperatuur weer aan het oplopen, zo halverwege de ochtend is het een graad of 3 en vanmiddag wordt het 9 tot 11 graden. Verder schijnt daarbij geregeld de zon, maar vanuit het zuidwesten drijft ook wel wat hoge bewolking over het land, het blijft wel droog. Verder waait er nog steeds een matige wind uit het oosten tot noordoosten, kracht 3 of 4 en die maakt het voor het gevoel toch wel een stuk kouder. Ook vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt af tot een graad of vijf halverwege de avond. En de wind neemt vooral landinwaarts iets in kracht af. Dan morgen lijkt het weerbeeld behoorlijk op dat van vandaag. We hebben opnieuw wolken en zon. De meeste bewolking dan in het noorden van het land. Het wordt 9 tot 11 graden bij nog steeds een matige wind uit noordoostelijke richting. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk wisselvalliger. De kans op wat regen of een bui neemt toe. En we hebben vrij veel bewolking, maar af en toe ook wel, af en toe ook wel wat zon. De middagtemperatuur ligt rond de 11 graden. De nachten worden beduidelijk minder koud, met minima rond een graad of 4. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl